De politie is nog steeds bezig met de zaak die zich in juni afspeelde in Maasland. Bij die zaak overleed een 45-jarige inwoonster. Ja, zondag 11 juni kregen we een melding dat er een vrouw zwaargewond in een woning lag aan het Ingeland in Maasland. We zijn er naartoe gegaan. Die vrouw is vervoerd naar het ziekenhuis en die is helaas later in het ziekenhuis overleden. De politie is meteen een onderzoek gestart. Ja, we denken dat die vrouw door een misdrijf om het leven is gebracht. We hebben ook haar 48-jarige echtgenote aangehouden. We onderzoeken zijn betrokkenheid bij dit misdrijf. Maar we zijn nog wel op zoek naar getuigen die ons iets meer kunnen vertellen. Alle informatie is welkom. Nou, wat ik graag wil weten is of er mensen rond die 11 juni daar aan het Ingeland iets gezien hebben. En die mensen die zich nog niet bij ons gemeld hebben, roepen we op om dat nog bij ons te doen. Maar we zijn echt expliciet op zoek naar één getuige. Die heeft een week later, dus dat was zondag 18 juni, heeft hij gebeld met meldmisdaad anoniem. Heeft daar informatie doorgegeven. Ja, we zijn nu wat verder in het onderzoek en we hopen dat deze persoon ons ook nu weer verder kan helpen. Dus we roepen echt nadrukkelijk die persoon op om met ons contact op te nemen. Mensen die meer weten kunnen contact opnemen met de politie. Het nummer is 0800 60 70 of via meldmisdaad anoniem via 0800 7000. Maar ook een vertrouwelijk gesprek bij de criminele inlichtingen is mogelijk. En hierbij is de privacy gewaarborgd.